geleden, halve finale. Een bekertoernooi in de clubhistorie. Nu gewoon weer op maandagavond naar de hertgang. Op jacht. 3 punten in de strijd om een play-off ticket aan het einde van het seizoen. Want dat is het nu nog enige resterende doel. We krijgen zo dadelijk eerst een minuut stilte vanwege het overlijden van Kees Rijvers. Zeker bij PSV, een clubicoon, maar ook een icoon als speler en als trainer van het Nederlandse voetbal. Overleden op 97-jarige leeftijd. Een compleet andere generatie dan wat er nu op het veld staat bij Jong PSV, Kees Rijvers. Maar over het algemeen toch gezien als de trainer onder wie PSV zich tot een topclub ontwikkelde. Hij kwam in 1972 in dienst als trainer van het eerste van PSV. Hij deed de club naar de eerste landstitel in hele lange tijd. Uiteindelijk werd hij 3 keer kampioen met PSV. Ondertussen zijn er problemen bij Michael Breij. Dus een vroege noodgedwongen wissel. Boekambuur voor Henk de Jong. Daniel van Kam is eigenlijk ook wel een logische optie. Dus normaal gesproken eigenlijk altijd basisspeler bij Cambuur. PSV heel goed in de omschakeling. Maar dan moet Van der Blaak niet de bal op deze manier verspelen. Want dan biedt hij Smit de kans om het eerste serieuze schot van de wedstrijd te lossen. Cadeautje van Emmanuel van der Blaak. Die daar te laconiek met het balbezit omgaat. En Smit de kans biedt. Ulrik is natuurlijk enorm veel lengte. De enige die daar nog een beetje tegen op kan boksen is Bella Kotschap. De Jong. Deze ineens. En de volgende redding van Schiks. Goed overstapje van Simons. Uneke legt hem klaar voor Bars. Daar is de eerste kans voor Jong PSV. Dat is ook gelijk een behoorlijke voor Emir Bars. Corner kort genomen. Daar is Van der Blaak in de korte hoek. Smit versnelt, probeert weg te komen bij Bella Kotschap. Dat lukt, bal voor, lukt niet. Door toedoen van der Blaak. De Jong, goed gedraaid. Even vastgehouden, maar op de been gebleven van Kamp. Redelijk ruim over. Maar aardige aanval van Cambuur. Van Mullen. Smit, daar is Ulrikis. Ontdoet zich van zijn tegenstander, doet dat volgens mij wel met een duwtje. Ja, als spits moet je soms zo'n trucje uithalen om jezelf wat ruimte te verschaffen. Goeie passeeractie, daar is Uneke en die bal gaat er nog bijna in. Als Uneke hem eigenlijk richting het doel duwt, wil er voor zijn man te komen. Keeper tikt hem tegen de paal. Ondertussen Verder de Jong komt een heel eind. En stuit op Schiks. Dan een bal van Tol naar Anello. Goeie bal van Anello, daar is Smit met de volgende goede kans. Misverstand tussen Van Mullen en Anello, daar ook aan Jong PSV er met de bal vandoor. Jansen hard voor en Egan Riley, die zijn voet nog tegen die bal aankrijgt. Nasso. Egan Riley aardig weggedraaid bij Van Kaam. Egan Riley met een hard schot.
in de handen van Van Os. Bars houdt even in, geeft dan de bal mee aan Simons. En gehaald door Anello. Want Tigo Land aan de wandel, Tigo Land. En uiteindelijk het doelpunt van Javon Simons. 10 minuten na rust en Jong PSV op voorsprong. Tigo Land die het gevaar inleidt. En zorgt hij ervoor dat Javon Simons zijn 6e van het seizoen kan maken. Aardige bal dit van Simons. Jans als eerste erbij en daar is het 2-0. Goeie goal van Jong PSV. Cambuur laat zich echt de kaas van het brood eten in deze fase. Geweldig balletje van Javon Simons. Jansen met de assist en Uneke met de goal. Je ziet het aan de reacties bij Cambuur. Daar is de hoop op een goed resultaat wel vervlogen. Cambuur zal heel snel moeten scoren. Dan komt het geloof misschien weer een beetje terug. En hier zijn ze dichtbij, zelfs zo dichtbij dat het 2-1 wordt. Doelpunt van Marco Tol. Heel snel na die 2-0 toch een spelhervatting die uitkomst biedt voor Cambuur. Knap gekopt. Nasso aan de aandacht ontsnapt met een harde voorzet. Oh, een eigen doelpunt van Thomas Pol. Is Cambuur net terug in de wedstrijd. Dankzij dat doelpunt van Tol is de marge nu weer 2 voor Jong PSV. Nadat Thomas Pol die bal in eigen doel loopt. Smit naar Kooistra. Dat is een goede voorzet van Kooistra en die bal valt tegen de lat van het hoofd van Sila. Daar is Tigo Land, daar is Simons, recht in de handen van Van Os. En dan is het afgelopen. Jong PSV Cambuur eindigt in 3-1. En dat zijn pijnlijke cijfers voor het Cambuur van Henk de Jong.